Vaderland de Paal, het centrum van de toeristenindustrie van Thorarjaland. Het plaatsje heeft een klein vliegveldje met slechts één landingsbaan en een stationsgebouw in traditionele stijl opgetrokken. Rijst is ook hier het hoofdvoedsel, getuigen deze bijna Balinese aandoende rijstvelden, hoewel mais en in sommige streken ook sago eveneens belangrijke bronnen van dagelijks voedsel zijn. Tegenwoordig kleine hotels, winkeltjes en restaurants. Ook de infrastructuur is de laatste jaren sterk verbeterd. Al verdient het nog steeds aanbeveling het land in sterke, vierwiel aangedreven voertuigen te verkennen om niet voor nare verrassingen te komen te staan. Een auto als deze neemt vrijwel elke hindernis met het grootste gemak. Niet zo comfortabel, maar dat nemen we gedurende deze avontuurlijke reis wel voor lief. Naast de zogenoemde Tongkonam, de traditionele huizen in deze streek, zijn de Thoraja wellicht het meest bekend om hun uitgebreide en kleurrijke doodsfeesten. Deze worden gehouden om er zeker van te zijn dat de ziel van de overledene in de Puja, het Thorajaanse hiernamaals, wordt opgenomen op een manier die parallel loopt aan de status en het aanzien dat in onze wereld werd genoten. Uitsluitend wanneer deze riten worden uitgevoerd, blijven de voorvaderen welwillend tegenover de levenden. Wanneer een dode niet op de door de eeuwenoude tradities voorgeschreven wijze wordt begraven, geloven de Thoraja dat de familie door het ongeluk zal worden getroffen. Een begrafenis als deze kost erg veel geld. De families werken en sparen soms jarenlang om een toepasselijke ceremonie te kunnen bekostigen. Vele worden dan ook tussen augustus en oktober gehouden, na de oogsttijd. Bezoekers zijn welkom, maar worden wel geacht voedsel, sigaretten, zeep of geld te geven om de familie te ondersteunen. Een overleden Thoraja wordt pas als dode erkend op zijn begrafenis. Tot die tijd is hij slechts ziek en ligt in het zuidelijke gedeelte van de Tongkonam, waar hij voedsel krijgt en bezoek ontvangt alsof hij nog steeds in leven zou zijn. Het kan soms maanden of zelfs enkele jaren duren alvorens de begrafenisceremonie plaatsvindt. Er moet voldoende geld worden bijeengebracht en ook familieleden moeten de tijd en gelegenheid krijgen om, soms uit het verre buitenland, naar hun geboortestreek terug te keren om de festiviteiten bij te wonen. Men offert karbouwen en varkens. Het aantal geslachte dieren hangt af van de sociale status die de overledene in dit leven had. Voor een gewone man wordt slechts één buffel geofferd. Voor iemand uit de hogere klasse kunnen dat er wel 12 of 24 zijn. De Nederlanders hebben tijdens de koloniale periode het aantal te offeren dieren van overheidswegen beperkt, naar hele families werden geruïneerd, omdat ze de doden wilden eren en de levenden wilden imponeren door grote aantallen buffels ritueel te slachten. Ook de Indonesische overheid tracht vandaag de dag het aantal offers terug te dringen door belasting te heffen op elk geofferd dier. De beesten worden geslacht om hun meesters te volgen naar de hiernamaals. Het verhaal gaat dat de ziel van de overledene op de geesten van de dode dieren naar de hemel rijdt. De reis naar Puja vereist een sterke buffel omdat de tocht lang en zwaar is en over honderden steile bergen en diepe dalen voert. Varkens worden geofferd omdat varkensvlees het voedsel van de doden in het hiernamaals is en het vlees wordt tevens gegeten door de gasten op de begrafenisceremonie. De Kerbau Boulé, de witte stier, het statussymbool bij uitstek, is ook slechts voorbestemd het leven te geven op een van de kleurrijke begrafenisfeesten in Thorajaland. Deze jonge biggetjes hebben geen idee van wat hen later te wachten staat. Bij kennismaking met de dorpen, zoals hier in Ketekasu, vallen onmiddellijk de merkwaardige daken op van de Tongkonam, de traditionele huizen van Tana Thoraja. De vorm gelijkt op die van de schepen waarmee dit volk oorspronkelijk naar dit gebied kwam. Prachtig houtsnijwerk in de heilige kleuren wit, rood, geel en zwart versiert de huizen, waarbij de gestileerde karbouw het meest in het oog springt. Reuze vleermuizen, in feite vierende honden, bevolken de boomtoppen van de Thoraja-dorpen.
Deze kauwens krijgt ze bijna oorverdovend, maar zijn verder onschuldig. Het zijn de vrouwen in het Oranjeland die traditioneel het zware werk doen. De mannen doen het kalmer aan. De jongetjes passen op de buffels die in deze cultuur een vooraanstaande plaats innemen. Ze worden vertroeteld en vet gemest met als enig doel te dienen als offer bij de begrafenis. Een dikke buffel geeft de eigenaar aanzien. De markten in het Oranjeland worden om de 6 dagen gehouden, dus op wisselende weekdagen. Werkdag of zondag maakt geen verschil. In deze holle bamboekokers zit toewak, een koppige palmwijn. Die wordt door thuiswerkers bereid, in deze kokers bewaard en vervoerd en gaarne genuttigd. Een koel ijsje zomaar op straat? Toch maar liever niet. Ondanks de sterke verkleuring van het gebit die de betelnoot veroorzaakt, wordt deze door de lokale bevolking nog steeds als een geliefde snack beschouwd. Thank you.